Uiteraard gaan we eerst even postuum voor het overlijden van Gerda Toet vorige week. 1 minuut stilte in acht nemen. De spelers spelen vandaag met de rouwbanden en de vlag hangt halfstok. Dit alles als eerbetoon aan Gerda Toet. Dankjewel, alles wordt gedaan, hè? Ja. De scheidsrechter heeft gefloten. En dat is een levensgevaarlijke kans gelijk. Ja, die bal die gaat erin. Een verre bal. Is gevaarlijk. Heideman die zich verkijkt. Krijgt de bal niet onder controle. En het is Van der Zanden die... Ja, gelijk al binnen een paar minuten, binnen 2 minuten het doelpunt maakt. Wat opvalt is dat de tegenstander wel verschrikkelijk veel ruimte krijgt. De bal via de kluts mee. Zoekt de diepte, kan doorgaan. En kan overhalen en die bal gaat maar net naar zijn doel. Ziet de ruimte, goed de bal door. Daar is El Amadi. Schitterende paas weer van Heideman. Ja, dat schot van Jansen is geen enkel probleem voor doelman Zielenschot. Die... Ja, dat is een bal van... Een bal van Groothuizen. Heideman richting Groothuizen. Groothuizen richting Jansen. Legt de bal terug, zodat Jansen voluit kan halen. En die bal kwam mooi voor door El Amadi. Weer een schitterende paas van Heideman richting Bendadi. Jansen. Kan doorgaan. Speelt de bal nu naar de rechterkant. Bendadi. Lepelt de bal voor. Ging richting de tweede hoek. Ja, nu is het sporters wat een vrije trap krijgt. Groothuizen. Gooit de bal voor. Richting El Amadi. Maar die kan net niet bij de bal. Het leek buitenspel. En dat schot wordt heel slordig afgewerkt. En dat is Van der Zanden, de doelpuntenmaker, die het veld gaat verlaten. Goede 1-2 tussen Lahmoutchi. En dat gaat maar net goed daar met Antonioli. En die bal die komt simpel in de handen van Antonioli. Lachmoetje. Hazard. Meiring. Bergvens. Ja! Ja! En die bal! Bendadi! Een goede voorzet. Een goede voorzet van Meiring. Meiring gaat door. Zet de bal voor. En daar is het Mo Bendadi. Die de 2-1 binnenschiet. Dik in blessuretijd. Mooier kan dit niet. Afwachten. En die bal die komt simpel in de handen van Antonioli. Terwijl Denk, de keeper van
doelman Antonioli aanraakt. Ja, die keeper zal toch moeten komen nu. Een simpele gele kaart. En nu zit de bal weer bij Antonioli. En het is gelijk afgelopen. Sportlust wint met 2-1 van blauw-geel. Op basis van de tweede helft denk ik dat dit verdiend is.